Een docent biologie geeft biologieles aan leerlingen of studenten, wat betrekking kan hebben op verschillende onderwijsniveaus. Biologie wordt gerekend tot de exacte wetenschappen en is de leer van levende wezens, levensvormen en levensverschijnselen. Op lage en middelbare scholen is biologie een schoolvak. Op lagere scholen bestaat de biologie-leerstof voornamelijk uit het behandelen van planten. Het menselijk lichaam en dieren. Op middelbare scholen zal er over het algemeen dieper ingegaan worden op deze leerstof. Biologie is een belangrijk vak, waarbinnen veel verschillende vakgebieden zijn. Denk bijvoorbeeld aan morfologie, biochemie, moleculaire biologie, fysiologie, ecologie, ontwikkelingsbiologie en aan evolutie. De benaming biologie is afkomstig uit het Griekse woord bios. Leven en Logos, Wetenschap. In het kort kunnen we biologie het beste omschrijven als de leer van het leven. Het is de verantwoordelijkheid van een docent biologie om leerlingen of studenten biologieles te geven en zo te onderwijzen in biologie. Om als docent biologie op een juiste manier biologieles te kunnen verzorgen, is het niet alleen belangrijk dat je over de juiste opleidingen en bevoegden beschikt. Het is ook belangrijk dat een docent biologie over passie beschikt met betrekking tot biologie. Het inspireren en motiveren van leerlingen die biologieles volgen is alleen mogelijk door een combinatie van passie en didactische vaardigheden. Een docent biologie zal over het algemeen op een afwisselende manier biologieles verzorgen, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van instrumenten en proefopstellingen. Zoals eerder omschreven heeft biologie betrekking op alles wat met leven te maken heeft. Biologieles heeft dus niet alleen betrekking op planten, maar ook op mensen, dieren en organismen. Ook milieu, voeding, DNA en stofwisseling zijn belangrijke onderwerpen binnen de biologieles. Biologie is een natuurwetenschap die binnen verschillende beroepen een belangrijke rol speelt.